stars are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And the roses will die with the summertime, and our paths may be far apart, but there's one rose that dies not in Picardy. Tis the rose that I keep in my heart. Alles God is in de gebuurde gang in de gemeente. Ah ja. Ja, hij ziet een bakker. En ik ben binnenhaar. Dat zie je wel zeker. Het is wel neig werken, hè? Ja, maar dat is voor bakkanst iedereen niet. En we zijn waar dat ze gebeuren. Het zijn hier rust allemaal groot thuishouds. Dekkest met meer dan 10 kinderen. En ze moeten allemaal zo gauw als ze kunnen meewerken thuis. Of gaan werken voor de kost. Er moet rust geen ene naar scholen. We kennen hier koewachters, mollenvangers, stroomtropers. Ja, maar echt, hé. Luurders, seizoensarbeiders, gelijk voor de bieten en zo. Buurtrakers. Er zijn er hier ook een paar enkelingen rijk. En wij werden een beetje vanuit tuchten bekeken door de Frans sprekende bourgeoisie. Och ja, we mogen er niet af. Zijn we dat ze gebeuren, gelijk dat ik al gezegd heb. Onze burgemeester Louis de Lanay, die bestuurde ons gemeente. En de champetter, Jan Bolleman, die zorgt voor de toepassingen van de wet. En dan, een van de laatste dagen van juni 1914, huurden we niet zagen dat er in Sarajevo, dat er in Sarajevo een aartshertog vermuurd is. Maar ja, wat kan ons dat schelen? Allee, waar verstaan ze dat? Sarajevo. Er werd van alles gezegd. Allee, nou het schijnt zo Duitsland een oorlog willen beginnen tegen Frankrijk. Omdat Frankrijk samenspant met Rusland tegen Servië. Dat een oorlog is begonnen tegen Oostenrijk of zoiets. Wie verstoot dat allemaal, joh? En wij met België, we leggen er tussenin, hè. Tussen Duitsland en Frankrijk. Maar ze hebben ons gezegd dat we niet schouw moeten zijn. Dat België neutraal gaat blijven. En dat de Duitsers beloofd hebben om ons met gerust te lopen. Waarom roepen ze dan allemaal onze jongens op naar het leger? Ja, maar dan niet alleen de dieren van de klasse 13 en 14, maar de dieren van de lichtingen 1912, 11 en 10 ook. En de reservisten. En Holland zijn ze er niet gerust. En die zijn ook neutraal, hè? Maar ik kan die ook niet gerust zijn, dat bij ons. Er zijn mensen die hun geld afholen van de banken, voor thuis te bewaren. En er zijn er ook die hun nu op eten kopen voor een reserve te bewaren. En van eten geklapt, amai zal jongens, dat sloot op met een dag. Er werd gezegd dat onze soldaten alleen maar zijn opgeroepen om de grenzen wat in tuig te houden. Allee, het is te zeggen, om te kijken wat de Duitsers hun belofte wel houden. Hè. Ja, maar dat zou kunnen. Hè. Want in 1870 is er ook al iets geweest. Dan was er boel tussen Frankrijk en Pruisen. Dat is een stik van Duitsland. Ja. En dat zijn onze soldaten ook allemaal opgeroepen om de grenzen te bewogen. En dan is er verder niet gebeurd. Dat klopt niet, hè? Dat we ons niet ongerust moesten maken. Maar van eigenlijk niet. De 31 augustus aan de klokken niet speciaal geluid in Overmeren om de algemene mobilisatie af te kondigen. En allemaal onze jongens vanaf de... Luistert goed, hè? Vanaf de lichting 1909 moet naar haar eenheid. Sommigen zijn blij en vier dan zullen er land kunnen gaan verdedigen. Ja. Maar ik heb een indruk, hè, dat rust geen een, ik ook niet zeggen, eigenlijk goed beseft wat dat er gewoon is en wat dat er ons misschien te wachten stoort. Er is een burgerwacht opgericht door het gemeentebestuur. Dat zijn allemaal vrijwilligers die moeten zorgen voor de goede openbaar orde op straat. En om diefstallen tegen te gaan, omdat al die vrouwen alleen zijn achtergebleven met hun kinderen. Hè. En wie had dat gepijst, zeg? De boeren naar de paarden werden opgeheist voor ons leger. Ja, maar de rampen zijn voor die mensen.
de nuchtstof in de deuren. En ten, de 3 augustus eist Duitsland vrij een deurgang door België. Zien zeg, de jury. Ze toch gezegd dat we neutraal gingen blijven? De dag nadien, de 4 augustus, verklaart Duitsland oorlog aan België. En ze komen met niet in de grens over. Ivers naar Gemmenich, rond de kanten van Vervierzesda. En bij ons? Bij ons valt heel normaal leven stellen. Ah ja, alle kostwinners zijn weggeroepen. Er passeren wel veel soldaten op weg naar de eenheid. En overal lopen er gasten rond van de burgerwacht. Ja, ja. En een nieuw vreemd volk ook, dat we van oorlogspleinen niet kennen. Daar kunnen ze spionnen tussen zetten. We weten niet, hè. Eigenlijk weten we er beter weinig. En we hopen dan maar dat het misschien allemaal niet te veel lang gaat duren en dat binnen de enigste weken of desnuts een paar maanden gedoor zou zijn. Uiterlijk tegen kerstdag. En dat werd toch gezegd? Ja, tja. Maar een toestand verbetert er niet op, hè. Onze regering vlucht vanuit Brussel naar Antwerpen. Omdat er door allemaal forten rondliggen. En dat kan Duits nooit niet inpakken, zeggen ze. En dan? Dan huren mijn eerste berichten van uw Vermeersche krijgsgevangenen. En uw Vermeersche soldaten die gesneuveld zijn. Van de Velde, Leon, 26 jaar. Leijs, Theofiel, 22 jaar. Dat is verschieten zijn. Dat is gelijk dan zijn mes in hem mogen steken. Dan een mens kan trosten meer van eten of slopen. En er komen altijd maar meer en meer vluchtelingen naar hier. En meer verhalen over die beestigheden die die Duitsers uitsteken. De Ramonde wordt doorgevallen. Wordt het gebeld van de kanon tot in onze huizen. En overal in de lucht zie men dikke zwarte reuk. Wat was leven nog zo schoon niet geweest? De 7e september laten de Duitsers de Ramonde onbezet achter. En ze trekken voort richting Frankrijk en Parijs. Oef, ze laten over meer gerust. Maar de 29e september huren we weer kanonnen gebeld. Antwerpen werd gebombardeerd. Hebben we altijd maar schoor. Onze soldaten vechten in Schoenoorde en in Berlier rond de bruggen. Maar 8 oktober komen de Duitsers toch over de Schelde. En ze trekken over en komen zoeken naar Leuken. Diezelfde 8 oktober vallen de Duitsers over Meren binnen. Overal paniek. Degene die nog uit zijn huis durft te maasen vluchten naar kelders, op zolders en het veld. De 9 oktober werd er geschoten. Op het Klusterland, op de Terse Meul en in de Baron Thibautstraat, op de pastorij. En de Kerkstraat werd bij Nieuwe Bombeke doorgeschoten. De oorlog is in Overmeren.